Zoveel blije, geïnteresseerde mensen. Geweldig. Goedemorgen. Ik ben Hans de Zeeuw. Dat is Suze. Wellicht heeft u vorig jaar maart het programma Dragons Den gezien. Daar was ze op televisie om te spelen tegen een van de Dragons. En uit dat verhaal zijn wij hier verder gegaan. We zijn al 5 jaar bezig met rekenen. Ik ben mbo-docent. 4 dagen in de week. En de 5e dag ben ik bezig met rekengames ontwikkelen, gastlessen geven. 1000 scholen hebben al Rekenduo hardcopy op de plank liggen. Het rekenmemory spel als kaartjes in je handen, vraag en antwoord op vele verschillende levels. En nu zijn we gaan digitaliseren. Automatiseren voor de kinderen. Het opbouwen van een geheugenpleis. Van wat betekent het nu eigenlijk? Wat kan ik ermee? Maar het leukste van Rekenduo is dat je tegen elkaar kunt gamen. Je kunt elkaar uitdagen. Hé, wij gaan samen rekenen. Ik ga tegen jou spelen, jij tegen mij. En welk level gaan we spelen? We gaan de tafel van 6 oefenen. Hé, we gaan de tafel 7 oefenen. Tot we het voor elkaar hebben. Ze krijgen echt een betere vaardigheid. Maar vooral ook veel meer lol in het rekenen. We hebben een docentaccount aangemaakt. Daar zet u zelf een leerling in. Wij bewaren geen gegevens van de leerlingen. Account kunt u de vorderingen volgen van de leerling. Dus wat had ik laatst met een leerkracht? Die had een tafel van 7 opgegevens huisswerk. Maandag toetsen, 3 onvoldoendes. Ging het systeem kijken. Die 3 had ik niet geoefend, alle anderen wel. Kon precies zien, zetten ze op het scherm. Kijk jongen, maar die 3 hebben niet geoefend. En jullie hebben ook een 4 gehaald. Hé, welke relatie loopt daar? Dus je leerkracht ziet wat er geoefend wordt. Welke onderwerpen gedaan worden. Dus er zit een leerlingvolgsysteem in, wat u zelf kunt benutten. De landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers heeft het 2 jaar geleden uit de treuren uitgetest. En hebben gezegd, hier kunnen wij heel goed mee uit de voeten. Wij maken rekenen leuk, daar ben ik van overtuigd. En daardoor gaat u rekenen leuk maken. Uw leerlingen gaan vragen om rekenen. We hebben hier ongeveer 120 speelvariaties in zitten. Dit is het domein getallen, heeft ze uitgekozen. Het is een vraag en een antwoord. Zij zoekt dus de vraag en gaat volgens op zoek naar het antwoord. Dit is de enkelvoudige speelvariant. U kunt zich indenken, als ik hier een scherm naast heb staan, waarbij we iemand achter zetten, dan ga je om beurten zetten. Dan zie je ook wat je tegenstander gedaan heeft. Nou, wie mag ik uitnodigen? We hebben 50 man zitten. Wie van u wil het even komen doen? U wilde heel graag. Mag ik u uitnodigen? Ja, dank u wel. Dan gaan we eens kijken wat hij ervan bakt. Twee meter. Ja, 2000 centimeter kreeg ik pas nog te horen. Oh nee, toch niet. En 100 meter en kilometer krijg ik ook bij mij. Jij krijgt echt de meest leuke dingen. En is het vooral zoeken van hoe komt dat nou? Hoe is het ons met z'n allen overkomen? Hoe zijn wij in Nederland van plaats 5 naar plaats 19 gedaald internationaal? En hoe gaan we weer terugkomen? Dat is veel belangrijker. Ja, kijk, ik zie al mensen heel actief meedoen. Dus de volgende zit al op het puntje van zijn stoel. Dus stel dat op die manier een leerling van mij is, dan kan ik straks in mijn leerlingaccount gaan kijken en dan zie ik wat hij net gedaan heeft. Hé, hij heeft dat onderwerp gedaan op dat level. En dat heeft hij gescoord, prima. Dan kan ik ook zien wat hij is gaan doen. Dan kan ik ook 2 gelijkwaardige kinderen uit de klas zoeken. Van, hé, laten jullie 2 met elkaar gaan matchen. Jullie gaan tegen elkaar gamen, want jullie zitten op hetzelfde level. Kan je van elkaar gaan leren. Ik had laatst 2 teams van 4 gemaakt. Ben ik gewoon aan de ene kant van het lokaal, aan de andere kant van het lokaal tegen elkaar gaan gamen. En dan krijg je een stukje competitie op gang. Waarbij ze elkaar ook nog eens een keer gaan uitleggen. Nee joh, om die reden is dat het antwoord. Of zijn er verzoeknummers? Welk niveau wilt u zien? Is het belangrijk? Meneer. Ja. Ik kom even naar u toe, meneer.
Kan ik als docent een taak geven, zodat de kinderen bepaalde opdrachten maken? Ja. U kunt de kinderen inderdaad vertellen van, hey, we hebben deze week tafel van 7. Die ga je deze week oefenen, want ik ga de maandag toetsen. En dan kunt u in uw systeem zien of ze het ook allemaal gedaan hebben. Als ze hiervoor, als ze dit onderdeel niet halen, krijgen ze dan lesstof aangeboden waarmee ze aan de slag moeten? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Nee, ik wil er geen computer les van maken. Dus ik haal hieruit wat mijn leerlingen nodig hebben. Ik heb op het VO mee mogen kijken. Daar schopt de leerling een programma naar binnen. Hij zegt succes, het systeem doet het en ik ga koffie drinken. Ja, nee, ik wil graag lesgeven. Als je aan het gamen bent met elkaar, dan zie je het scherm van de ander. Dan zie je ook welk foute antwoord de ander heeft gegeven. Oftewel, dat berg je zelf weer op. Die is het dus niet. Als ik zometeen aan de beurt ben, moet ik dus een andere hebben. Dus je bent ook onbewust aan het leren van je tegenstander. En het systeem is positief opgebouwd. Houdt alleen maar bij wat je goed hebt. Het is helemaal niet spannend hoeveel fouten je maakt. Het is veel belangrijker wat je allemaal goed doet, wat we kunnen bouwen. Doe ze nieuwe zus. Nou, doe nou maar een goed antwoord, dat is wel leuk. Deze is nog eens een keer verdiept, dus je kunt hier kiezen voor apart tafel van 2, 3, 4, 5. Klik deze eens aan. Dus je gaat ze apart leren. En als je ze apart geleerd hebt, zeg je aan het einde, oké, je hebt ze allemaal apart geleerd, ik ga ze nu mixen. Moet kijken wat er gebeurt. Die worden nog roze. Dan gaan ze alle tafels door elkaar heen gooien. Want dan hebben ze alle 4 geleerd. Dan gaan we ze nu door elkaar heen gooien. Doe ze 1 stap terug, stuur ze er eentje half open. Ja. Op 1 ster. Pik maar de tafel, maakt niet uit welke. En een half open. Nou zijn ze al een beetje aan het oefenen geweest met tafel van 4. Dus dan gaan we 1 stapje moeilijker maken. Dan moet je dus het antwoord aanklikken en moet je er de vraag bij gaan zoeken. Onbewust gaan ze dus weer een aantal tafels langs. Van welke zou het dan moeten zijn? Ja, ga je gang, Suus. 28, jee, welke is dat? Zou dat zijn? 6 keer 4, 5 keer 4, oh, 7 keer 4. Ik kreeg vorige week het antwoord 49. En nu ga je trainen. En je kunt deze ook andersom spelen, dat je alleen de antwoorden ziet en niet de vragen. Dus dan ga je een vraag selecteren, moet je weer gaan rekenen bij welk antwoord hoort deze vraag. Je bent dus weer die tafel aan het uitrekenen. En zo ben je op 3, 4 verschillende manieren ben je aan het automatiseren. Zonder dat je eigenlijk realiseert dat je aan het automatiseren bent. Zoeken ze altijd 2 sterren, dus? Sommetjes, doe maar komma som, is leuk. Mag ook. Oh ja, doe maar. Half open, doe maar open. Mag ook. Dus nu is de leerling al een stuk beter bezig. Alle sommen beheerst hij. Ja, gaan we een antwoord zoeken. Oké, 760. We gaan ze dus andersom trainen. Want ze moeten nu eigenlijk ook al gaan kijken welk antwoord zou het al sowieso niet kunnen zijn. Hè? 7,95 met 3,5, dat kan al niet. Welk is het dus? Hé, hey, heb ik van geleerd. Die is het dus niet. Pak je een andere. 39, een mooie grote. Nou, dan weten ze al, hey, die kleinere, die horen er dus niet bij. Ja. En hier ga je niet in één keer heen, maar je bouwt op van getallen tot 20, tot 100, tot 500, tot 1000.
En langzaam gaan we steeds meer omhoog. En gaat die leerling die spelen, gaat zelf kijken, wat kan ik al? En wat wil ik nog? En welke ging goed? Maar je ziet dat deze variant één stapje moeilijker is dan die vorige variant. Dus binnen hetzelfde gebied waar ze aan het oefenen zijn, maak je hem één stapje moeilijker. We beginnen eenvoudig en bouwen hem op. De laatste leerling die dacht dat er 150 liter in de zwembad zat. Maar hij bedoelde 150.000. Dus ik had niet goed aangeleerd dat er in de kuub 1000 liter ligt. Dus ik wist ook waar mijn makker zat. Hé, hier moet ik dus nog mee aan de gang. Dus op 1F de logica leren van wat is de volgende stap, welke mis ik. Deze moeten weten, wat zijn nou grafieken. Oké, wat hoort dat? Want welke logica zit daarin? 100, 80, 60. Hey, wat komt er achteraan? Ja. Kun je een fout krijgen op leerlingniveau of krijg je een account op schoolniveau? Hoe werkt het? De school krijgt een account voor 30 leerlingen en de docent bepaalt zelf wie daarin komen te zitten. U kunt er zelf leerlingen inhalen, uithalen. U kunt ongelimiteerd daar docenten aan vasthangen. We hebben dat ook gedaan om vooral te zorgen dat wij geen gegevens van de leerlingen gaan bewaren, want die heeft u. Suze, ga een stapje terug. Eentje. 4 ster. Getallen. Open. De uitblinkers bij u kunnen we hiermee plagen. Dus je kunt steeds gaan kijken, wat heeft die leerling van mij nodig en waar kan ik hem mee triggeren? Want hier hebben we ervoor gekozen om geen vraag en antwoord te hebben, maar twee berekeningen met dezelfde uitkomst. Dus ze worden wel getriggerd hierin. En ze leren meteen de rekenregels. Want anders denk je natuurlijk in, 5 plus 4 is 9, 9 keer 19. Nee, dat is helemaal niet goed. Want keer gaat voor plus. Dus die zit er ook meteen in. Dus dit kaartje heeft een uitkomst. En een ander kaartje heeft diezelfde uitkomst. Dus ze zijn heel veel aan het rekenen met die bijzondere varianten. Vragen. Wie mag ik een microfoon geven? Je hebt nu de alleenspelen variant steeds laten zien. Als studenten samen spelen, kunnen ze dan zelf het tegenspelen kiezen of kun je als docent combi's maken? U kunt voor beide kiezen. U kunt zeggen tegen twee spelers, jullie gaan elkaar opzoeken. Maar op het moment dat ik de speel samen variant kies, dan log ik in, dan kies ik speel samen. Dan krijg ik ook te zien welke spelers online zijn van mijn groep. En dan kan ik daar de keuze uit maken. Dus je kunt vriendjes aan elkaar koppelen. Je kunt als docent zeggen van, joh, jullie twee zijn gelijkwaardig. Ik wil graag dat jullie twee aan de gang gaan. Dus op het moment dat je speel samen aanklikt, krijg je ook een lijstje van de mensen die er op dat moment ook zijn. Nog iemand een vraag? En voor de rest wens ik u een hele fijne dag. Dank u wel.